Hallo allemaal, Poncho Nicole, enkel gedraaid. En dan, hoe ga je de kool inzetten? En als je bij deze video bent aanbeland, dan ben je in de eindfase van je poncho. Een kool, nou, die kun je op diverse manieren maken. Je kunt hem in de lengte breien. En daarmee bedoel ik eigenlijk, zoals hier zie je dus de richting van de steken. En die heb ik bij de kool dus deze kant op laten gaan. Je hebt soms wel eens dat de ronden die je hebt net aan de krappe kant zijn. En dan kun je dus besluiten om hem in de lengte te gaan breien. Dan de breedte van de kool stop je dan eigenlijk in de lengte van je lapje. En ook dat kun je op een hele mooie manier zo aan elkaar maken dat je het ook echt bijna niet ziet. Dus je kunt een kool op diverse manieren maken. Als je maar rekening houdt met het feit dat als je een naad hebt, dat je de kool er op een bepaalde manier inzet, zodat je het dus gewoon echt niet meer ziet. Ik zal dat zo aan de hand van die ronde laten zien. Nou, dit is een kolletje gebreid op een ronde loom. Nou, zoals je ziet heb ik hier dus een soort naad zitten. En je ziet ook, dit is de verkeerde kant. Want dit is de goede kant. Zou ik hem nou omslaan, zoals je met een kool doet, dan zie je dus dat de verkeerde kant naar voren komt. Nou, dat wil ik dus niet. Dus ik ga, voordat ik hem eraan ga bevestigen, al kijken van, oké, zit hij goed? Nou, het voordeel daarvan is ook, is dat je die naad die je ondanks alles zo hebt moeten maken, want soms kom je er gewoon niet aan. Ja, en ook met het wisselen van de kleuren moet je de draadjes wegwerken. Dus je krijgt altijd wel iets van een verkeerde kant. En als je, zoals je ziet, hier is dus, je ziet het een klein beetje. Nou, als je nou gewoon zorgt dat deze aan je nekkant komt te zitten, precies in het midden, dan valt het ook niet zo op. Goed, je haalt de kool even uit elkaar weer. Mijn mini poncho. Nou, laat de nek nou precies groot genoeg zijn voor dat kolletje. Nou, wat je nou doet. Je hebt misschien ook dat je zegt van, ik wil deze kant juist als bovenkant hebben, want daar zit de meeste rek in. Ook dat kan nog, dus ook daar hou je rekening mee. Deze is wat strakker, dus ik ga denk ik maar met deze kant erop zetten. Dan haal je de kool heel even zo er doorheen. Nou, zoals je ziet, de kool is eigenlijk ietsjes groter dan de nek, maar op zich kan het. Kijk, want als ik aan de nek trek, dan zie je dus dat het overeen komt. En dat de kool iets groter is dan de nek, dat is eigenlijk niet erg. Nou, wat je nou gaat doen, je gaat die lelijke, of nou ja, minder mooie achterkant, die ga je dus gebruiken als middel, eigenlijk middenpunt. En dan zet je hem heel even op een draadje. Dan ga je kijken van, zitten er 2, 4, 6, 8. Net zoveel steken aan de ene kant als aan de andere kant. En dan ook hier 2, 4, 6, 8. Door gewoon de steken te tellen. Nou weet ik dat die ongeveer in het midden zit. Het luistert niet zo giga nauw, maar nou, nog een draadje. Nou, ik doe ze niet aan de zijkanten. Want als je een nek hebt
is de voorkant eigenlijk al wat lager uitgesneden. Dus je hebt hier meer steken om te verwerken dan aan de achterkant. Dus zou je dus de kool ook in vieren verdelen, dan krijg je dus hier aan de achterkant gewoon meer rimpelvorming. En dat willen we natuurlijk niet. Het handigste is om dus die achterkant als eerste eraan te zetten. Want anders vergeet je het misschien dat die naad dus in je nek zit. Dus die zet je eigenlijk vast aan je... Nou, die draadjes die haal je natuurlijk straks weg. Nou, je weet als je hem in twee delen breidt dat dit het midden is. En anders kijk je naar je eerste afkanting en dan zeg je gewoon 1, 2 en 3. En dan is dit het midden. Nou, je maakt weer even dat knoopje los. En je zet hem ook aan elkaar vast. Zorg dat hij niet los kan gaan, want anders dan ben je je eikpunt kwijt. Nou, zoals je ziet, de kool is wat groter. Hoe gaan we dat nou verwerken? Nou, de ene kant pak je met je, dus waar dat draadje zit, pak je met je linkerhand. En natuurlijk die andere met je andere hand. Dan ga je goed trekken, zodat hij bijna gelijk is. Ja, dan pak je hem eigenlijk gewoon zo met je handen. Of je moet zo naar ogen hebben dat je precies onthoudt welke twee steken bij elkaar zitten. Ook daar een draadje. En waarom nou die draadjes? Zo heb je iedere keer... Dat je hem, want je ziet ook hè, dat die kool is gewoon iets groter. En die moet je dus eigenlijk ook op een andere manier gaan verwerken nu. En dan heb je iedere keer een punt dat je gewoon zegt van, hey, hij zit goed. Want anders zet je die hele kool erop en dan hou je aan het eind een behoorlijke floepert over. Die je niet hebt kunnen verwerken. En dan moet je hem weer helemaal uithalen. Nou, zo ook voor je andere schouder. Ene eikpunt, andere eikpunt pak je. En je trekt en je loopt met je handen ernaartoe. En je zet hem vast. Nou. Hoppakee. Dan kun je, mooi, je kunt natuurlijk ook nu beginnen aan de achterkant. Ik ga nu met een hele andere kleur werken, ook omdat je dan heel goed kan zien wat er gebeurt. Het meest mooie is natuurlijk om de kool eraan te zetten met die kleur paars. Zou je hem inderdaad een compleet andere kleur poncho doen, dan zou ik hem met paars inzetten. In plaats van met wit. Just check. En je weet het maar nooit. In je enthousiasme. Dus kijk of die kool ook daadwerkelijk goed zit. Nou, we gaan vanuit de verkeerde kant. De draden verweven. Knoopje erin. Nou, en er zijn natuurlijk meerdere manieren om een kool in te zetten. En deze manier is gewoon een vrij makkelijke manier. Nou, je gaat altijd onder de afkant zitten. Het liefst in een V-vormpje. Heb je die niet, dan moet je maar gewoon even vreubelen. Nou, dan pak je... Het stuk wat je gaat verwerken. Dan ga je kijken welke steek er het geschikst is om te gebruiken. Nou, je gaat weer terug waar je uitkwam. En je gaat door naar het volgende V-vormpje. En je trekt hem
rustig aan. Komt er nou iets naar voren dat je denkt, dat moet daar niet? Gewoon naar achteren duwen en de steek wat aantrekken. Desnoods pak je hem hier, want dat is eigenlijk de afgekante rand. Kijk, en dan zie je dus dat hij weg is. Nou, ik ging deze gebruiken. En nu, ik heb hem net één keer gepakt, nu pak ik hem één keer, twee keer. En waarom is dat? Omdat mijn kool groter was dan mijn poncho. Nou, je gaat heel rustig verder. Nou, wat leuke wat nou gebeurt, en daarom is het ook een mooie manier van inzetten, is dat je je buitenkant ook een soort V-vorm krijgt op deze manier, waardoor het dus eigenlijk net lijkt of het overloopt. Dus dat je helemaal geen kool eraan vast hebt gezet. Nou, we gaan weer één gebruiken. Kijk, en soms is het zo, dan ben je bezig en dan denk je, nee, ik vind dit toch niet de juiste manier. Kijk, en dan is het het voordeel van dat je zo'n klein stukje hebt om uit te proberen van, ik ga terug en ik ga een andere steek in mijn kool gebruiken om het eraan te zetten. Hoe verder je de kool ingaat, des te dikker wordt wel je zoom. Dus als je de bijna onderste kan gebruiken, gebruik die dan ook. Kijk, en hier zie je dus de zoom. Of de naad. Nou, we hebben er net eentje gedaan. Kijk, je ziet al dat het iets minder groot wordt. Doen we er nog één. Je gaat goed zoeken. Welke steek was ik ook alweer aan het gebruiken? Dat was deze. Nou. En je probeert die steek die je dus nu creëert ongeveer net zo groot te laten zijn als waarmee je bezig was. Kijk, je kan hier ook zien, dit is een steek, dus ik ga naar de volgende. En je kan het zien hier, dit is hoe die loopt. Ja, het is een beetje lastig misschien voor de video, omdat het de kleur een beetje donker is. Nou, ik was in de veronderstelling dat ik er nog wel eentje zou moeten doen met een dubbele, maar ik kan nou ook bijvoorbeeld gaan tellen. Ik heb er hier nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4... Dus ik pas me aan mijn kool. En waarom ook die draadjes? Nog een extra reden, je zult merken dat je elk stukje op een andere manier eigenlijk in gaat zetten. Nou, zolang je goed kijkt naar je breiwerk, hoe ziet het eruit, wat kan ik ervan gebruiken? Kijk, en hier zie je dus die V-vormpjes niet, want het gaat naar beneden. Dan ga je gewoon net, hier is die laatste, zo'n steek, ga je gewoon naar zo'n gaatje toe en dan gebruik je die. Kijk, hier is mijn dwarsdraadje. Nou, kijk, en hier is, omdat je hier bent gaan minderen, daarom zie je dus ook die V-shapes niet meer, die 4 V-vormpjes. Kijk, en hier beginnen die V-vormen weer. Dus dan zou ik gewoon daar weer ingaan en verder. En hou gewoon continu je rek in de gaten. Nou, en zoals je kan zien, ik heb nu al een behoorlijk stuk ingemaakt
En hij gaat eigenlijk gewoon in één mooie vloeiende lijn mee. Ja, en probeer het gewoon uit. En als het niet bevalt, vind je het er lelijk in zitten, kun je het eigenlijk ook zo weer uithalen. Dan volg je gewoon. En als je het niet helemaal ziet welke steek het was, je trekt een klein beetje en dan zie je vanzelf een draadje bewegen. Kijk, met deze ook. Dus je kan het eigenlijk ook zo weer uithalen, mocht het niet naar je zin zijn. Nou, wat ik al zei, waarschijnlijk de laatste video voor de poncho. Dus dat betekent dat je hem kan dragen, of je dochter, of je kleindochter. Dus betekent het dat dit voorlopig de laatste video is van Poncho Nicole. En dan hoop ik je gauw weer te zien in een ander project. Tot de volgende keer maar weer.